Autonomie en oplaadtijd blijven de vooroordelen ten opzichte van elektrische auto's. Daarnaast is de prijs een belangrijke factor. Grote EV's betaal je nog steeds met 6 cijfers. Maar stilaan wordt de markt van de elektrische wagens democratischer met modellen die nu onder de 40.000 euro liggen. Blijft een serieuze investering, maar dan wel in combinatie met een fiscale aftrekbaarheid van 100%. Wij stellen vandaag 4 betaalbare EV's voor. Een stadsauto, een compacte wagon en 2 SUV's. Als de stad het domein is van de elektrische auto's, dan is Mini dat ook. Het is ook logisch dat de meest nostalgische stadsauto volledig elektrisch gaat. De eerste Mini zonder emissie, de Mini Cooper SE, heeft een gesloten grille, speciale wielen en een digitaal instrumentenpaneel. Onder de motorkap stuurt de motor van de BMW i3S 184 pk en 270 Nm naar de voorwielen. En hij krijgt een batterij van 32 kW. Bescheiden, maar voldoende. Met 1365 kg is deze Mini een vedergewicht onder de elektrische auto's. En dat is genoeg om te zorgen voor de actieradius, aangekondigd op 235 km WLTP. Wat in realiteit haalbaar is, op voorwaarde dat je je niet laat meeslepen door zijn dynamische acceleratie en zijn legendarische go-kart gedrag. Een pluspunt dat alleen elektrische auto's bieden is de One Pedal Driving. Dat zorgt voor het regeneratieve remsysteem. En dat is bijzonder goed afgesteld. Eens gewoon, speel je er letterlijk mee. Deze MG wil onder de Chinese vlag een leider worden op de markt van de geëlektrificeerde voertuigen. Met deze MG ZS in het bijzonder. Elektrisch en betaalbaar, dus verleidelijk. De argumenten? Een compacte SUV. Vrij klassiek, maar niet onaangenaam voor het oog. En dan de prijs. 20-25% lager dan die van de concurrenten. De afwerking is goed. De uitrusting ook. Airco, cruise control, een infotainmentsysteem dat wel iets sneller mag reageren, maar wel compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto. Andere argumenten pro dit model zijn de aandrijflijn met een batterij van 44,5 kWh en een bereik van 260 km WLTP. En daarnaast de motor met 143 pk en 353 Nm die voor aangename acceleratie zorgt. Last but not least krijgt de ZS 5 sterren in de crashtest van Euro NCAP. De Nissan Leaf. Pionier op het gebied van elektrische auto's is 11 jaar op de markt. Tot voor kort was het zelfs de best verkochte elektrische auto ooit. In iets meer dan een decennium is het model geëvolueerd. De tweede generatie heeft een meer persoonlijke stijl en kan teren op 11 jaar ervaring. Daarvoor krijgt het model ook een krachtigere variant, met sneller opladen en een batterij met grotere capaciteit die onder de vloer ligt om de bewoonbaarheid te verhogen. Een compacte elektrische gezinsauto met een koffer met 400 liter inhoud en dat is veel voor deze categorie. Een wagen die niet alleen aan kinderen denkt, maar ook leuk is om mee te rijden met 217 pk en 340 Nm voor de 62 kWh versie. Het i-pedaalsysteem zorgt voor acceleratie, remmen en zelfs stoppen zonder aan de rem te komen. Bij Volkswagen draait alles om elektrificatie. Na de ID3 is hier de ID4. Dit is de eerste elektrische SUV van de fabrikant met de ambitie om het even goed te doen als de Tiguan, die een bestseller is als SUV met verbrandingsmotor. De ID4 verschilt van de Tiguan door zijn vloeiende en minder hoekige lijnen. De eerste hindernis die een emissievrije SUV moet nemen is immers de lucht rondom. Binnenin is de sfeer zen. Het is warm, het is zacht, gebruik van veel gerecycleerde materialen, veel ruimte en vooral veel opbergvakken. De motor bevindt zich op de achteras. Zoals je kan zien is deze ID4 achterwiel aangedreven. Met 204 pk en 310 Nm voegt het model zich moeiteloos in het verkeer. Hij is soepel, stil, maar niet sportief. En dat voel je als je het tempo opvoert aan de actieve demping. Maar dat geeft niet, want zijn roeping is een gezinsauto te zijn. Met een WLTP-actieradius van meer dan 500 km vervult de ID4 zijn missie perfect.